Hi, welkom bij mijn kanaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het licht is een beetje, dat komt omdat mijn, wow, ringlamp niet aanstaat. Zo, heel veel rommel, maar ik ben aan het opruimen. En ik ben aan het uitzoeken en dan gaan kleren allemaal weg. En het is één groot feest hier momenteel. Ik heb hier allerlei rommel liggen. En ik heb een kopje koffie. Want we gaan bespreken wat ik in februari en maart gebruikt heb. Nieuw, niet nieuw, laten zien, niet laten zien. Het kan van alles zijn. Ik heb mijn bril bij de hand. Ik heb de producten, ik heb mijn lijstje. Ik heb daar nog meer nieuwe producten. Die komen nog in april. Maar goed, we beginnen met de IRL Concealer in de kleur C3. Dat is een soft matte concealer van Revolution. De foundation hiervan wilde ik heel graag fijn vinden. En ik vond het niet een vreselijk product, maar het werkte gewoon niet op mijn huid. De concealer wel. Heel fijn. Ik draai heel even mijn spiegel, anders blijf ik naar mezelf kijken. En ik doe ook even mijn bril op. Zo. En maak eerst even de glazen schoon. Anders zie ik alsnog niks. Dit is de... Ja, het staat er niet op. Revolution. Dit is de Lip Pout Balm. Zo heet het, denk ik. In de meest nude kleur. Dit is een heel zacht product. En als je hem eenmaal opdraait, dan kan je hem ook niet meer terugdraaien. Dit is zo... Je kent het wel, van Make Up by Mario. De eerste keer vond ik het heel erg wow op mijn lippen, weet je wel. Maar het is een heel fijn product en een hele mooie kleur vooral. Wat ik ook heb geprobeerd is de XX Revolution Highlighter in de kleur Crystal Pink. Ik ga er heel snel doorheen hoor, het is echt heel veel. Het is zo'n hele... Ja, bijna nude kleur. Zie je het? Hier, nu, hier. Geeft een hele mooie subtiele glans. Wat ik ook heb geprobeerd is deze... Weet ik zeker dat ik het niet heb laten zien. Essence All-in-One Face Cream. Healthy look in seconds. Skin tone adapting, sheer coverage, hydrating, perfecting tint en blurring effect. Magic all-in-one face cream. Fijn product. Fijn product. Pakte goed op mijn huid. Zat mooi. Voelt fijn aan. Skin adapting. Skin tone adapting. Veel te donker. Veel te donker. Wat ik nog meer heb. Ik probeer een beetje merken bij elkaar te zoeken. Maar de Catrice Scandalous Matte in 020. Perfecte nude. Even kijken. Ik heb de Essence Pure Nude Baked Blush in de kleur Rosy Rosewood. Prachtige blush. Heel mooi baked product, maar heel gepigmenteerd. Als je deze koopt, heel voorzichtig mee zijn. Als cadeautje bij Boozy Shop kreeg ik... zo'n tangle tease erbij. Ja, prima, borstel, klaar.
Ik had de Catrice 5 in a Box Mini Eyeshadow Palette in Diamond Lavender Look. Prima, niet bijzonder veel pigment. Dat is een beetje waar het op neerkomt. Ik ga heel even snel wat merken bij elkaar leggen. Dan zit er meer een logica in, zeg maar. Voor zover ik er ooit een logica in krijg. Ik heb de Catrice. Limited Edition Beautiful You geprobeerd. De Plumping Gloss. In de kleur Beautifully Strong. Ik vind het een fijne gloss, maar te oranje voor mij. En dan had ik ook de Beautifully You Cream to Powder Blush in de kleur C01 Worth It. Mooie blush, prima. De beste, nee. De slechtste, nee. Ik had van Kruidvat de Full & Care Volume Balm Mascara. Easy to remove. Dit is met die zo. Ik wil deze nog wel een keer proberen, maar mijn eerste indruk is dat hij smudged bij mij. Ik heb hem ook maar één keer gebruikt, moet ik zeggen, maar hij smudged. Ik heb hier nog een NYX Eye Pencil Crayon in de kleur Ice Latte. Hele zachte nude kleur. Ik had van Essence de Luminous Eye Tint Liquid Shadows geprobeerd. Dit is de kleur Dazzling Rose, maar ik heb ze alle drie en ik vind ze fijn. Net als de RMS Eye Polish in de kleur Myth. Een beetje taupe. Even mijn hand voordat mijn kleren straks helemaal onder zitten. Dan heb ik, die was niet nieuw. Dit was de Miracle Pure Skin Illuminating Serum, vitamine C en niacinamide van Max Factor. Dit is een primer met van die goudbolletjes. Heel fijn. Geeft een heel mooi glowy gevoel. Nee, geeft een heel mooi glowy resultaat en een fijn gevoel op de huid. Die hele Miracle Pure line, die is wel goed. En ik heb daar ook van de Infused Cream Blush met hyaluronzuur. Dit is de kleur 03 Vintage Peony. Fijne blush, absoluut. En dan heb ik dan ook de Eye Finish All Day Eyeshadow. Ja, ik weet niet hoe je hiermee je heel je oog gaat doen. Ik vond de kleur prima. Zo zie je het goed. Beetje bruin topie. Het stokje is redelijk hard. En redelijk klein om aan te brengen. Dus ik weet het niet precies. We praten nu 9 minuten. En ik ben ongeveer op de helft. Even een slokje koffie. Die is nog heet. Van Make-up Revolution heb ik geprobeerd de Multi-Use Balm. En zoals met een heleboel, viel mij op dat de kleurnamen hier niet op staan. Dit is iets van Nude Pink. En dit is een soort nude kleurachtig brons. Achter bronzerachtig.
Deze is overduidelijk goed gebruikt. Ik vind ze heel fijn. Het is heel glowy. Je moet ze even indrukken om het zegeltje te breken. Zeg maar zo. En zo'n kuiltje. En dan komt er genoeg pigment uit, zeg maar. Ze zijn heel dewy. Maar als je ze goed aanbrengt, als je het goed doet, zeg maar, dan kan je er ook nog wel met een lichte poeder overheen. En dan blijf je het nog eens zien. Het is een beetje tricky. En je moet een beetje de manier vinden waarop het werkt. Dan heb ik ook de Bubble Balm Highlighter van Make Up Revolution in Rose Gold. Nou, dit is gewoon een dupe van de Huda. En ik heb er van Catrice ook zo een. Ja, ik vind dit grappig. Het geeft voor mij genoeg glow. Want ik ben niet een heel erg heftig highlight persoon. Het geeft voor mij genoeg. Dan heb ik de IRL poeder. 2-in-1 loose and pressed powder. Moi. Niet mijn favoriet. Ik heb de Revolution Pro Blur Fine Line Filler. Ja. Yeah. Het is een stugge, creamy substantie. Er zit ook nog een papiertje. Oh, dat zat aan de onderkant, denk ik. Ik weet het niet wat ik ervan vind. Ik weet het niet. Dit is, ik weet het niet. Ik weet het niet. Dan heb ik de Blush and Contour Palette in de kleur van de XX Revolution Glow Sculptor. Die heel slecht open te krijgen zijn. Dat is echt, daar kan ik zo gefrustreerd van raken. Dit is de kleur Forgive and Forget. En ik heb ook de Lock and Key. Dit is Forgive and Forget. En dit is de Lock and Key. Ik kan van de bronzers allebei gebruiken. Maar ik vind deze blush mooier. Maar ik vind deze bronzer mooier. Maar goed, het zijn cream producten. Maar dit is echt een perfecte bronzer voor mij. En de blush. Hij is een beetje te oranje naar mijn zin. Dit is Lock and Key. En dan hebben we nog de lichte bronzer. Dat is deze. En de lichte blush. Dat is deze. Deze blush vind ik mooier. Ja, deze bronzer zou het ook goed doen bij mij. Forgive and Forget. Gelijk weer even mijn hand schoonmaken. Ik doe even mijn horloge af. Gelijk even mijn hand schoonmaken. Dan heb ik van Revolution de Chauffeur Lights. Chauffeur Lights. Dat is een lipgloss met een potloodje. Leuk voor een feestje. Weet je, het is wat glitteriger. Variatie op de chauffeur die we allemaal kennen. Ik heb ook van Relove deze roze kool liner gekocht. Vreselijk. Ik gooi hem echt weg. Ik gooi hem nu gelijk weg. Vreselijk. Hard. Komt geen pigment af. Ik vind hem vreselijk. Dan heb ik hier de Revolution Highlight and Blush. Ja, Blush and Highlight Stick. En dit is de kleur Mauve Glow. Oh.
Het is gewoon de kleur mauve en de kleur glow, denk ik. Ik weet niet. Dit is de blush en die andere was de highlighter. Prima, een blush stick. Het is prima. En dan heb ik 3 oogschaduwsticks. Dit is de Revolution Pro Glam Eyes. In de kleur Liquid Chrome. Dit is een potlood. En je ziet hier de kleur heel goed, hè? En hieronder zit dan de Liquid Oogschaduw. Heel bijzonder product. Hartstikke leuke kleur. Niet enorm gepigmenteerd hoor, maar hartstikke leuke kleur. Dit is de XX Revolution Shadow Stick. Jeetje, in de kleur Sugar. Dat is zo'nzelfde kleurtje. Dit is een matte bruine kleur. Dit is heel mooi als liner, gebruik ik hem vaak. En dan heb ik de Revolution. Jeetje, nou dit kan ik echt niet lezen. Een shadow stick. Een oogschaduw stick. En dat is in de kleur Pink Romance. Dat is deze. En dan zit er aan de andere kant zo'n sponsje om het zeg maar uit te blenden. Maar dit is de kleur. Maar is een hele zachte. Deze is het, deze. Hele zachte roze kleur. En als laatste heb ik de Revolution Pro Ring Light Ready Influencer Overnight Shadow Book 3. Dat is deze. Hier allemaal matte kleuren, hier allemaal glanzende kleuren. Ik heb er nog niet heel veel mee gespeeld, maar het is een leuk palet. Met allemaal mooie neutrale kleuren. Zo kan je hem denk ik beter zien. Hier allemaal mat. En deze kant is allemaal glanzend. Dit was wat we allemaal in februari en maart nieuw hebben geprobeerd. Het was best een hoop, toch? Die shadow stick, wat ik zei, die gebruik ik als liner. Die gaat er ook nooit meer af. Goed. Ik ga dit opruimen en ik ga verder met de was uitzoeken of de kleren uitzoeken. Want een hoop daarvan is best wel te groot. Past Dennis net niet, dus dat gaat allemaal naar de kringloop. En dan kunnen mensen voor een kleine prijs daar nog. Ik ga het niet allemaal verkopen op Vinted. En weet je, dan heb ik zoiets van ik doneer het. En laat mensen die met een kleine beurs of om wat voor reden ook lekker daar nog van genieten. Het is allemaal heel, het zijn allemaal niet met vlekken. Het is allemaal niet verweerd of verwassen. Of het is allemaal prima kleding. Het is allemaal van Wessel geweest. Dus het is allemaal met merken en zo. Het is veel Boss en Ralph Lauren polo. Een paar dingen van Moncler zitten ertussen. Adidas sportkleding, dat soort dingen. Dingen die hem weer te groot zijn. Want hij heeft nu een H&M'tje. Ligt een beetje aan het model. En een jaar geleden had hij XXL. Dus Wessel houdt een beetje van een fitted model. En dus hij wil dat niet meer aan. En voor Dennis zijn sommige dingen te groot en sommige dingen te klein. Dus dat doen we lekker allemaal weg. En ik heb hier een hele grote doos. En dan doe ik het daarin, vouw ik het netjes op. En dan kan het van de week daarheen. Nou, dit was hem. Ik heb het gevoel dat ik 3 kwartier en 1 kwartier, 1,5 uur heb gepraat. Serieus, wat snel. Maar goed. Het enige wat ik kan zeggen is bedankt voor het kijken. Leuk dat je er was. Ik hoop dat het goed gaat. En dan zie ik jullie bij de volgende keer. Doei!